Hi iedereen en welkom in weer een nieuwe video. De eerste video van 2018 dat we weer met z'n tweeën zitten. Want jullie hebben natuurlijk mijn video gezien, de ASOS shoplog van mij alleen. En die van Larissa alleen van de AliExpress gadgets. Als je die nog niet hebt gezien, klik dan eventjes op het i'tje en ook op de link in de beschrijving. Maak je geen zorgen trouwens, de rest van het jaar proberen we wel weer zoveel mogelijk video's met z'n tweeën op te nemen. Nou, voordat we verder gaan in deze video wilden we eerst nog eventjes wat superleuk nieuws kwijt. En wellicht dat je ze waarschijnlijk al voorbij hebt zien komen op social media, YouTube natuurlijk. Maar Tara en ik worden tante! Ja! Serena en George zijn in verwachting van een hele lieve baby. Met waarschijnlijk hele dikke papa wangetjes waarvan we echt niet kunnen wachten. Oh, ik mocht er niet in knijpen van George, ik mocht er wel over aaien. Niet? Nee. Aaien, gewoon voorzichtig zijn met de baby. Maar we zijn wel heel erg excited. We waren super verrast met het nieuws. Hoewel we stiekem ook wel een klein beetje wisten dat we het aan het plannen waren. Dus het is echt heel erg leuk dat gaat allemaal gebeuren in 2018. We vinden het ook wel spannend, want we hebben natuurlijk nog nooit eerder een zwangere zus meegemaakt. Het is gewoon spannend. Hoe ga je daarmee om? Gewoon blij, denk ik. Maar ik moet zeggen dat we heel erg enthousiast zijn. Overal waar ik babyspulletjes zie, dan wil ik het gewoon allemaal inkopen, inslaan. En nu kunnen we dat ook doen. Zeg maar, hiervoor was het natuurlijk nog een beetje geheim en wij wisten het natuurlijk al veel langer. Maar nu kunnen we openbaar zoeken naar die spulletjes. Ja, ik vind het altijd heel erg lastig om zeg maar mijn stem laag te houden als ik over dingen praat. Waar ik misschien niet over mag praten. Je wilt niet weten hoe vaak Tara echt tegen mij heeft moeten zeggen: sst, niet zo hard praten. Maar ik kan, ik ben gewoon... En gewoon openbaar in de trein of zo praten over het nieuws. Wat eigenlijk nog een geheim was. Maar ik denk dat niemand het heeft gehoord. Nee. En ik ben heel erg blij dat we het nu gewoon openbaar met iedereen mogen delen natuurlijk. Voor de tantes. Ik vind het nog steeds echt super raar. Maar ik ben er wel ook heel erg leuk. Ja. Wat voor tantes zouden wij worden? We worden allebei. Gewoon, wij worden zo van die snoeptantes, ja. Wij worden tantes waar je naartoe komt als je zeg maar snoep wil. Heel veel suiker, lekker eten. Lekker koken. Als je weer nieuwe cadeautjes wilt. Want gewoon alles wat ik nu zie wil ik gewoon kopen. We gaan het kind echt spoilen. Maar goed, we gaan eventjes verder met de rest van deze video. Want in 2017, het was trouwens echt een prachtig jaar, hebben wij de 100.000 behaald. En daar zijn we nog steeds super dankbaar voor. En zoals je misschien wel weet, zouden we daar een hele speciale video voor gaan maken. Ik had namelijk gezegd dat er een boyfriend als mijn make-up video online zou komen. Maar zoals jullie wel hebben gezien, is die nog steeds niet online gekomen. Dus sorry daarvoor dat hij nog steeds niet online is gekomen. Maar er zijn gewoon een aantal redenen voor. Waaronder mijn vriend gewoon super druk is. Weer een hele drukke tijd tegemoet gaat de komende tijd. En ik denk eigenlijk dat hij stiekem ook wel heel erg spannend vindt. Dus ik wil hem gewoon niet te veel pressuren. Vragen van wanneer gaan we nou doen. Weet je wel, hij moet er ook gewoon klaar voor zijn. Dus weet je, die video, of die nou wel of niet komt, hij zal gewoon een keer ineens verschijnen. En dan hoop ik dat jullie het super leuk vinden om die te gaan zien. Maar wat we dus ook bij die video wilden koppelen, of aan die video wilden koppelen, is een leuke winactie om jullie gewoon te bedanken voor alle steun die jullie ons al hebben gegeven de afgelopen tijd. En we dachten, ja, om nou die winactie ook nog uit te stellen, ja, liever niet eigenlijk. Laten we dan gewoon het jaar beginnen met een leuke nieuwjaarswinactie. Ja, want nieuwjaar betekent misschien wel een nieuwe jij, nieuwe outfit, nieuwe look. En, new year, new me. Lekker cheesy. Precies. We hebben een hele leuke winactie voor jullie en deze bestaat uit 3 verschillende prijzen, want het leek ons leuk om niet 1 winnaar uit te zoeken, maar gewoon 3. En die prijzen bestaan uit verschillende fijne beautyproducten, waardoor je dus gewoon een hele nieuwe jij kan creëren. Nou, we gaan niet precies alle producten opnoemen, omdat het heel veel verschillende producten zijn en elk pakket is weer anders. Maar in deze b-roll laten we je een beetje zien wat er allemaal in zit. Dus je kan er wel een beetje een idee van vormen en ik hoop dat jullie er heel erg blij mee zijn. Wij denken in ieder geval dat jullie er heel erg blij van worden, want het zijn gewoon mooie producten. Nou, en bij nieuwe make-up hoort ook wel een nieuwe outfit, vinden wij. En daarom hebben we bij deze winactie ook nog 3 giftcards van Urban Outfitters gekocht. Die komt dus bij de winactie. Urban Outfitters is een van onze favoriete winkels. Vinden wij gewoon echt heel erg leuk. Is precies onze stijl. Dus we hopen dat het ook jullie stijl is en dat jullie ook super blij zijn met deze giftcard. Dit is trouwens niet een gesponsord onderdeel in deze video. Wij zijn gewoon helemaal dol op Urban Outfitters. En eerlijk gezegd zijn we al een paar keer wel herkend in de winkel als we daar aan het rondshoppen waren. Dus wij gingen er gewoon vanuit van, volgens mij houden onze kijkers ook van Urban Outfitters. Ik weet het wel zeker eigenlijk. We hopen dat jullie super enthousiast worden van deze prijzen. Net zo enthousiast als dat wij erover zijn. En meedoen kan dit keer gewoon via YouTube. Want we horen heel vaak van jullie als we een winactie doen via Instagram bijvoorbeeld. Van, oh, waarom is het via Instagram? Ik mag niet op Instagram. Of ik heb geen Instagram. Of weet ik veel wat voor reden er ook is. Dus vandaar dat we hem nu volledig via YouTube laten lopen.
Dus dat is wel heel erg leuk. En wat heel erg belangrijk is, is dat je dan de komende tijd je inbox goed in de gaten houdt. Want wij gaan jou contacteren als je hebt gewonnen via je inbox. En dan moet je op tijd reageren, want we kunnen natuurlijk niet eeuwig wachten. En we willen weten of we wel een actief account hebben benaderd. En zo niet, dan moeten we helaas een ander kiezen. Dus hou je inbox goed in de gaten tegen de einddatum aan. We willen de winactie dit keer iets langer laten lopen, namelijk tot en met 21 januari. En kort daarna gaan we meteen op zoek naar de winnaar en dus een DM'tje sturen naar je. En dan is het heel erg belangrijk dat je daarop reageert. Nou, kortom, de voorwaarden om mee te kunnen doen aan deze winactie is dat je natuurlijk wel geabonneerd moet zijn op ons YouTube-kanaal. Zorg ook eventjes voor dat je in je instellingen hebt aangevinkt dat we dat kunnen zien op welke kanalen jij geabonneerd bent. Verder vinden we het natuurlijk wel heel erg handig als je eventjes een comment achterlaat onder deze video, zodat we weten dat je meedoet. En maak ook eventjes het volgende zinnetje af. Ik vind het altijd heel erg leuk om te zien hoe daarop wordt gereageerd. En er is geen maximum aantal dat je comments mag achterlaten om mee te doen aan de winactie. Maar het is wel het handigst dat je niet op dezelfde dag of dezelfde tijdstip allemaal comments gaat achterlaten. Want dan is de kans groot dat jij als spam gemarkeerd wordt. Ja. Dus... En dan kunnen wij dus jouw comment niet zien en dat zou niet zo handig zijn. Dus ik denk, als je dan zoiets hebt van ik wil opvallen, ik wil lekker veel comments achterlaten, verspreid het een beetje over een bepaalde periode heen of zo. Als je het überhaupt wil, het hoeft niet. Het is geen vereiste. 1 comment is ook al genoeg. Ja, ik weet nog niet hoe wij het gaan uitzoeken straks. Mm-hmm. Misschien wordt het random. Misschien gaan we wel kijken. Moeten we nog heel eventjes gaan beslissen. En het zijn dus 3 pakketten die we weggeven. En het wordt gewoon random welke je krijgt. Dus je kan niet kiezen uit een pakket. Het is ook niet heel duidelijk welke pakket het nou zijn. Maar ze zijn gegarandeerd alle 3 leuk. En vergeet ook als allerlaatste niet om een duimpje omhoog achter te laten voor deze video. Oh ja, en nog een keer leuk nieuws. Als we met deze video 2018 likes krijgen, of voor elkaar weten te krijgen van jullie, dan willen wij volgende week weer een nieuwe winactie organiseren. Dus klik lekker op die like-button. Vraag ik op je vriend, aan je vrienden of ze meedoen. Of tenminste, liken. Ze hoeven niet eens mee te doen misschien. Ja, als we maar, als we gewoon maar die 2018... likes behalen. Ja, dat zou heel erg leuk zijn. Heel erg leuk begin. En bovendien dan weer een nieuwe winactie. Ik denk dat jullie het wel voor elkaar kunnen krijgen. Ja, ik denk het ook wel. Nou, we wensen jullie heel veel succes met het meedoen aan deze winactie. Je hebt 1,5 week de tijd, dus ga er lekker voor. En als je gewoon een normale reactie wil achterlaten, gewoon een reactie op whatever, dan mag dat uiteraard ook. We gaan alles wel gewoon lezen. Het wordt waarschijnlijk heel veel werk, maar wel heel erg leuk om te doen altijd. Super bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zien we jullie heel snel weer in de volgende. Doei! Doei.